Kees-Jan, dankjewel dat we hier mochten zijn. En wij kennen elkaar van al een jaartje. Ik ben ooit met jou de berg op gegaan om je te filmen voor introductiefilms naar Sochi toen. En toen al onder de indruk geraakt van alle gear die jij de berg op moet slepen. Een zitski op een skateboard herinner ik me. En alle technologie die erin gaat zitten. Ik wil heel graag met jou van weten wat jij nou belangrijk vindt aan de gear die je meeneemt. Ja, als ik het moet opzommen wat ik mee de berg opneem. Uiteraard goede bescherming. Ja, dit is de Skull Orbit Comp. En dit is eigenlijk de nieuwe racehelm. Die voldoet aan de nieuwste eisen of aan de eisen van de FIS. Die heeft een extra verdikking hier aan de voorkant om de impact op te vangen. Waar in het verleden eigenlijk de helm over de hele linie de gelijke dikte had. Hebben ze dus nu een extra impact shield erin voor gemaakt. Met name voor downhill skiën bijvoorbeeld en voor slalom skiën. Als je die palen op je hoofd krijgt, dan is het dus verbetert dat eigenlijk de eigenschappen van de helm om die klappen op te vangen. Voor de slalom wil je een slalombeugel erop hebben. Oké. En voor de rest. Dat je dan echt heel strak langs de poortjes heen knalt. Nou, je gaat dwars door de poorten heen. Er zijn erbij die doen slalom, sitskiers, die doen slalom met een integraal helm. Ja. Je krijgt in tegenstelling tot een staande skier die slalom skiet en in staat is om met zijn vuisten de palen weg te slaan. Dan bescherm je jezelf op die manier al. Maar sitskiers zijn over het algemeen, die gaan er dwars doorheen. Ja. En ik ga je vertellen, als je zo'n poort op je kin krijgt, dan kan er wel eens een paar tanden kosten. Dus het is zelfs bij ons in de wedstrijd, als je slalom skiet, is het verplicht om een beugel te hebben. En de Flying Dutchman? Ja, deze staan. Voor de skicross en freestylen gebruik ik deze helm. En heavy impact. Dus, en het ziet er stoer uit. Daarnaast gebruik ik verschillende goggles van POC, waaronder de Retina Big. Dat is een hele fijne goggle. Daarnaast heb ik ook het VPO vest van POC. Dus body armor is dat. Ja. En dat is schouders, armen? Ik heb schouders, armen. In mijn geval, ik haal de rugprotectie eruit, maar er zit van voren ook nog een soort impact shield in. Okay. En wat ik vooral heel mooi vind daaraan is dat het impact shield soft is en bij impact en eigenlijk verstijft. Ja. En dat is ook hetzelfde als de rugprotector die daarin zit. En dat is een waanzinnig mooie, flexibele techniek. Ja. En, het voordeel daarvan is dat het je veel vrijheid geeft en dat je je niet door harde bescherming omgeven voelt, maar dat het eigenlijk alleen werkt op het moment dat het nodig is. Als ik jou zou vragen, zou je het leuk vinden als ik je 20 keer of 30 keer met een bamboestok op je donder sla, om het zo maar te zeggen, dan zeg je bent niet goed bij je hoofd. En als sitskier moet je zorgen, daarom is die protectie ook zo belangrijk, want dat is eigenlijk wat wat wij doen. Wij gaan dwars door die palen en als je met 40 km per uur door zo'n kunststof paal heen vliegt, en je hebt er zo 40 achter elkaar staan, dan ik heb wel eens dagen dat het de protectie niet zo goed zit, zeg maar. Ja. Of in het verleden, beginners fouten, zullen we maar zeggen. Ja, maar dan paarse spierballen, zeg maar. Dat is wel een bekend fenomeen onder zitskiers. Ja. Wat betreft veiligheid, wat is jouw... Je hebt het natuurlijk over de poort gehad, je hebt het over een helm gehad. Is er één ding dat er echt uitsteekt van zonder dat ding ga ik sowieso niet skiën? Ja, dat is in tegenstelling tot wat een staande skier wil, is dat bij een bepaalde druk en kracht als die valt de skis uitgaan. Ja. Om te voorkomen dat je knieën afdraait of iets breekt. Wil ik eigenlijk het tegenovergestelde. Oké. De zitski is een apparaat. Ik zeg, als je daarin zit en je komt los van de ski... Ja, dan ben je een rotsblok wat naar beneden komt. Dan ga je tollend de berg af. De berg af. Heb ik helaas ook wel eens meerdere keren meegemaakt. Om dat te voorkomen eigenlijk blokkeer ik mijn bindingen. Okay. En ik noem het wel eens mijn levensverzekering. Maar ik heb een klein kunststof blokje wat ik achter in de binding schuif. En dat zorgt ervoor dat de binding niet meer open kan klappen op het moment dat ik erin zit. Okay. Dus dan ga je meer glijden dan tollen eigenlijk. Dan blijft de ski aan je zitski zitten. Zitski, en op het moment dat ik ga glijden, dan heb ik een mogelijkheid om te draaien en te proberen om te kijken of ik met die ski kan remmen. Ja. En dat gaat over het algemeen prima. Maar op het moment dat je die ski dus verliest, dan ben je een compact blok. Ja.
wat van die berg af gaat. En dan heb je eigenlijk niet echt heel veel meer om te remmen. Ja. Als je op een goede zwarte piste komt en je gaat glijden, dan is een carbonkuip de ideale slee, zeg maar. En dat is niet zo fijn als je op je zijkant ligt. Nee. Onlangs is er een film uitgekomen, Enabled. En daarin zien we jou onder andere en ook Bibian Mentel, Paralympisch snowboardkampioen, gaan heliskiën bij Zermatt. Ja. En daar gaat wat mis uiteindelijk in een afdaling bij jou. Kan je daar wat over vertellen? Ja, we waren in een sfeer van gezellig samen. We hadden het een voorrecht om met drie van werelds beste freeride skiers onderweg te zijn. Ja, het vervelende was dat er eigenlijk een harde toplaag was met daaronder een zachtere laag. Mm-hmm. En iets wat op zich voor een valide skier al lastig ski is. Want als je door de harde laag heen zakt, wordt het steeds lastiger om te sturen. Ja. Voor mij betekende dat met name dat ik op de steile stukken onder de sneeuw zakte. En omdat ik alleen mijn bovenlichaam heb om de bochten te kunnen controleren, dat verre van optimaal was. Ja. En de film ging over keuzes maken. Ja. Ik heb eigenlijk op dat moment samen met de rest van de crew de keuze gemaakt om toch de hele dag te volbrengen. En dat heeft er helaas toe geleid dat we op een behoorlijk steil stuk kwamen. Waar ik op een gegeven moment door een bult gelanceerd werd. Mezelf niet meer goed kon controleren daarna. En over de kop ben gegaan. Ja. En, toch dat tollen waar we net over hadden, wat je eigenlijk niet wilde. Dit was geen tollen meer. Oh. Dit was eigenlijk gewoon vol gas. Ik ben mijn ski door de klap ook verloren. Dus ondanks dat die geblokkeerd was, is die waarschijnlijk toch opengevouwen. En ben ik uit de binding gekomen. Dat is, op de duur zit er toch een kracht erbij. Dan houdt het er toch niet meer. Nee. En ik ben 30 keer achterover naar beneden gegaan. En dat is eigenlijk de nachtmerrie van iedere freeride skier die in de bergen zit. Ja. Leider waren die sneeuwverhältnisse zo slecht. Also er hatte keine Chance. Er war so schnell. Ich habe das Bild immer noch im Kopf. Er stürzt dreimal langsam und dann gibt es wie eine Beschleunigung. Oder? Und er kann nicht stoppen. Ich hörte Honey sagen, stop, stop, stop. En toen zag ik hem alleen nog het laatste stukje rollen. En dat is een naar gezicht. Ja, ik heb wirklich angst gehad. Ik heb zijn körperpositie gezien en heb gezien dat hij einfach nur mehr Passagier is. Also er kan einfach nichts mehr da. En wie er dan zo zum Schluss nog zo rausgerollt is, dan denk ik mir, fuck man, jetzt is irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Es war wirklich Gänsehaut und. Uiteindelijk had ik doordat ik heb we hebben het eigenlijk helemaal nog niet over gehad, maar ik heb twee krukskietjes in mijn handen. Ja. En die zitten net als een kruk waar je mee loopt om je arm, alleen dan ook nog eens met een bandje. Ja. De zekerheid dat soms loskomt bij meer hoge kracht is op dat moment niet gebeurd en dat krukjes aan mijn hand blijven of aan mijn arm blijven hangen en die heeft eigenlijk een beetje om mijn arm heen geklapt. In het achterover slaan. En die heeft twee spieren gescheurd. In mijn onder- en mijn bovenarm. En mijn schouders zijn licht geluxeerd geweest. Die zijn een beetje opgerekt als het ware. Ja. Ik voelde alsof ik door een bus was overreden. De eerste twee, drie weken daarna. Dus ik heb, ik heb geluk gehad dat ik heel sterk was. En fysiek goed in elkaar zat. Ja. Dat is naast protectie heel belangrijk. Ja, dat je fysieke fitheid. Dat je fysiek gewoon sterk bent en dat spieren die klappen kunnen opvangen. Ja. En ik ben waanzinnig blij dat het uiteindelijk allemaal goed gekomen is. Ja. En dat ik weer vol gas de berg af durf en kan. Over de protectie, we hebben het gehad over ik noem maar weer even de hardware, hè, dus echt het materiaal. Kleding is natuurlijk ook een belangrijk ding. Hoe zorg jij dat je in je stoel met alles wat je doet, maar ook alle stukken in de lift, et cetera, goed warm en droog blijft? Wat draag jij? Ja, warm is vooral, ik denk, onmisbaar voor iedere wintersporter, is gewoon lekkere thermokleding. Ik ben zelf uitgerust met thermokleding van Valken. Dus dat is wel zinnig fijn spul. En daarnaast heb ik eigenlijk standaard altijd een skipoelie aan, zodat ik ook daar overheen tot mijn kraag goed ingepakt zit. En in de meeste gevallen heb ik een racepak aan. Ja. En dat racepak is over het algemeen niet zo heel warm. Nee. Dus zolang ik aan het trainen ben, heb ik daar
afhankelijk van de temperatuur, een softshell overheen of ja. echt gewoon een goede winterjas. Ja. Dus ik probeer over het algemeen redelijk doorlatende kleding te hebben. Ja. En wat ik heel fijn vind zijn jassen die onder de oksels bijvoorbeeld ventilatieritsen hebben, dat soort dingen. En tegen de kou eigenlijk weer toch ook wel dubbele ritsen. Ja. Dus. Is er iets dat we nog niet over hebben gehad, wat je mist? Ik ben er zelf nooit zo gevoelig voor, maar de looks natuurlijk. Ja. Ik bedoel, en ik ben het... Je hebt buitengewoon modieuze pet aan, Kees-Jan. Ik word al sinds 2003 gesponsord door Rehole Clothing. Oké. Dus dat is al... Ja, moeten we een keertje wat van testen. Hè? Dat is al ruim 12 jaar een goede sponsor en een trouwe sponsor van me. Ja, ja. En dat ik op die manier ook mijn kleding kan uitkiezen op kleur en niet naar prijs hoef te kijken. Nee. Maar heb je dan over racepakken? Want dat gaan wij niet kopen als consumenten natuurlijk. Nee, dan heb ik het gewoon over de standaard winteroutfit. Waar ik gewoon als ik vrij ga skiën ook mee de berg op ga. Ja. Ik ben niet zo'n modepop, zeg ik altijd. Ja. Maar als ik dan toch de keuze heb, vind ik het wel leuk om een bijpassend brilletje en een bijpassende helm te hebben. Ja. En wat is jouw...